verwarmde handschoenen op de motor. Ja, zo niet, hè. Nou. Gerbing verwarmde handschoentjes. Ik zag ze laatst op internet langskomen. Black Friday deal. Ik denk, nou ja, kijk er maar eens naar. Want het begint, inmiddels begint het erg koud te worden buiten. Dus ik had zoiets van, nou, wordt toch wel eens tijd voor een nieuwe handschoen. Dat zijn mijn oude Lookwell handschoentjes. Zo nou een jaar of, ik denk 6 of zo. Heel veel bromfiets meegereden. En ja, vroeger op de BMW hadden we handvatverwarming. Maar ja, dat zit op de Yamaha zit dat dus niet. Dus had ik zoiets van, nou, we gaan eens proberen om, ja, verwarmde handschoenen te gebruiken. Eens kijken of dat wat is. Dit zijn dan de Gerbing GT's. Je hebt hier nog een allerlei andere maten, vormen en andere soorten handschoenen. Je hebt ze met knokkeltjes en zo en zonder en met en weet ik wat. En ze verkopen ook jasjes en dat soort toestanden allemaal. Alleen, het enige waar ik me een beetje zorgen om maak, zeg maar, dat zijn de hoeveelheden stroom wat het spul trekt. Want het is niet, ja, we praten niet over 1 ampère, zeg maar. Deze twee handschoenen die hebben toch al een dikke 2 ampère nodig om hun werk goed te doen. Dat is eigenlijk heel simpel, je sluit ze aan op de motor. Het is wel bedraad, dus dat is wel iets, daar moet je van houden. Ja, dus deze draad die zit dan aan je motor aangesloten en die gaat dan naar twee andere draden toe, zeg maar. Ene voor links, ene voor rechts. En ja, je bent wel altijd verbonden met de motor. Ik vind deze kabels eigenlijk niet zo heel erg geweldig. Je kan ook een upgrade set kopen met zeg maar zo'n telefoondraad toestand. Dat zou ik persoonlijk verkiezen. Alhoewel moet ik zeggen dat ik nou, ja, die paar kilometer wat ik gereden heb ermee, dat dit mij niet hindert. Eigenlijk, het fladdert niet, het wappert niet. Dus dat valt op zich eigenlijk wel mee. Handschoen heeft 3 standen. Ik heb hem op stand 1 geprobeerd. Volgens mij doet dat helemaal niks, naar mijn mening. Stand 2 werkt wel. Even kijken, ik weet niet waar het voelertje zit. Ah, daar. Ik moet zeggen dat dat toch wel functioneert. En zeker als je hem dadelijk op stand 3 zet, dan gaat hij wel hard, zeg maar. Ik was eerst een beetje sceptisch. Ik denk, ja, hoe wil dat nou je hand goed warm houden? Maar ik moet zeggen, de elementen die zitten vanaf hier, zeg maar, ook in je vingers. Dus de bovenkant van je vingers die worden verwarmd. Ik heb niet het idee dat het ook aan de onderkant zit. Volgens mij niet. Maar het zit in ieder geval, dit gebied zit verwarming, hier zit verwarming en hier zit verwarming. Dus op zich werkt dat wel. En ja, je ziet het, hij wordt gewoon goed warm. Ook als je hand erin steekt, dat is gewoon echt lekker. Dat is gewoon echt comfortabel. Zeker als je zo met dit weerbeeld 4 graden tot 0 graden daartussenin, ja, dan heb je dit echt wel nodig. Dat maakt je rit in ieder geval een heel stuk plezieriger. Dus wat dan gaat, ja, tot nu toe ben ik er eigenlijk wel tevreden over. Het is beter als wat ik had gedacht dat het zou gaan doen. Het is wel het enige wat ik wel heb, is dat mijn duim. Ja, dat zal denk ik bij iedereen wel zijn, dat je duim toch altijd een beetje aan de koude kant blijft. Ik weet niet of ze zo slim zijn geweest om hier wat meer van die elementjes in te doen dan aan de bovenkant. Het schijnt dat je levenslange garantie hebt op dat spul, qua verwarmingselementen. Dus ik ben eens benieuwd wat dat gaat doen. Ik zal hem eens wat verder erin proppen. Ah, wordt toch goed warm. 30 graden. Het ideale van dit is, en daar ben ik net eigenlijk achter gekomen. Ik kwam net terug van een ritje naar het werk toe op en neer. En het had geregend. Dus die handschoen die was vrij nat, zeg maar. Dit hele leer dat was helemaal volgezogen met water. Dus ik heb ze gewoon aan de motor laten hangen op stand 2. Dus eigenlijk op deze stand. En gewoon aan de motor laten liggen. Want ik doe de motor direct aan de druppellader. Dus die light hem dan ook erbij. En ja, na 1,5 uur zijn je handschoenen gewoon weer droog. Gewoon echt serieus droog, zeg maar. Dus dat is wel eigenlijk een heel groot voordeel. Dus wel als je bij iemand bent natuurlijk. Of als je op bezoek gaat. Dan moet je alweer iets van een trafo-blok meenemen. Dat ben ik wel over aan het denken om daar iets mee te gaan doen. Maar ja, nu nog niet. Eerst even testen. Dus ja.
Ik zeg, al met al ben ik er zo wel tevreden over. Ook als je de elementen niet gebruikt, dus de verwarming niet aan hebt staan, dan zijn ze best wel winddicht. En hou je handen toch wel redelijk goed warm. Hij viel mij een beetje groot, de handschoen. Dus ik had eerst een T10, dus een maat large 10 in deze. En deze zijn 9. Voor wat ik had gezien, volgens mij nummer 9. Ja, het staat ergens in de handschoen. Even kijken. Nou, het staat er ergens in. En ze vallen mij iets aan de grote kant. Dus ik raad je aan, dat mocht je die handschoenen gaan kopen, probeer ze te passen. Of pak 2 paar. Als je ze via internet bestelt, dat je dan gewoon twee maten pakt. Een large en dan 1 maat kleiner. Dat je even kunt proberen. En dan kun je die andere terugsturen. Dat zal misschien wel een paar euro kosten. Maar ja, dan heb je in ieder geval een goed zittende handschoen. Ik heb hier eigenlijk wel een beetje geluk mee gehad. Ze zijn iets aan de losse kant. Maar het is niet dat ik zeg van ze zitten met pillen. Nou, je krijgt van allerlei zekeringen erbij. Er zit een kabel bij voor aan de motor, voor aan je accu. En daar gaat deze dan weer in. Die vertakt zich dan weer naar twee van deze kabeltjes. In die kabel wat de motor in gaat, daar zit ook een zekeringhouder op. Dus je hoeft niet een extra zekeringhouder te plaatsen. Die heb ik toen wel besteld, maar bleek ik niet nodig te hebben. Dus in principe zit daar alles wel bij. Het is alleen wel zo dat die kabel wat bij de accu zit, hè, dus die wat nou in de motor zit, die vind ik eigenlijk iets aan de korte kant. Die had ik eigenlijk wat langer willen zien. Die is nou iets van 70 centimeter. Dus het is niet, ja, niet heel erg lang. Maar hij is al 35 graden. Dus ja, het wordt wel warm. Nou, gaan we eens even onderkijken naar die motor. Kun je zien hoe ik dat daar heb gefrutseld. Nou, dit is dan mijn winterhok. Zeg maar, voor door de sneeuw en de pekel. Ja, je ziet, het is één grote drama. Ja, poetsen, ja. nee, gaan we niet doen. Nou, zoals je ziet, hij hangt nu nog even een druppellader, maar hij was al vol. Accu is in goede staat. Nou, ik heb dan hier zeg maar het kabeltje zitten waar je dan die stekker in kan doen. Ik ga even het dingetje erop doen. Ik had eerst gedacht om hem hiervoor ergens te doen. Dat de kabel zeg maar zo gaat lopen. Maar dan ben ik eigenlijk bang dat hij hier ergens begint te fladderen. Dus ik heb hem nou zeg maar van deze kant naar het stuur toe. En voor mijn idee is dat wel beter. Dus ik zou, ja, als je dit gaat monteren, zou ik het ergens achterin douwen. Als je de kans krijgt. Of je moet natuurlijk zeggen van, nou, dat ga ik niet doen. Dan ga ik zeg maar vanuit voren werken. Maar dan moet je de kabel al vrij lang laten om. Want je moet ook richting aan kunnen geven met je handen bijvoorbeeld, als een keer wat is. Dus je moet wel genoeg speling in die kabel laten. Want anders kom je jezelf tegen. Dat had ik de eerste keer al gehad. Ik dacht van, oeh, kabeltje tekort. En dan wil je wat. En dan gaat het niet. En dan zit je met je handschoen vast. En denk je, oh no. Oei oei. Dus ja. Dus zodoende. Verwarmde handschoenen. Ik moet zeggen, ja. Ben ik er blij mee? Ja. Zou ik het aanraden? Ja. Dus voor de mensen die lekker door de winter rijden en geen zin hebben om zeg maar hier dure handvaten en zo op te gaan zetten, dan is het eigenlijk wel een hele mooie oplossing. Dus ja, succes allemaal, rij voorzichtig en ga bloos niet op je bek. Meh.